Dus goedemiddag allemaal, welkom bij de sessie Samenwerken bij Online Leren. Ik ben Katrien en ik werk ondertussen al een aantal jaren voor Tonet. En ik ga me ook heel even in beeld brengen en ik wil ook hetzelfde vragen aan Inge Donkervoort en aan Lien. Samenwerken bij Online Leren gaan we met twee mensen verzorgen presenteren. Dat ben ik zelf en Inge Donkervoort. Lien, collega klassement, is ook aanwezig om jullie vragen te beantwoorden. En ik ga zo dadelijk ook uitleggen waar dat jullie de vragen kunnen beantwoorden. En dan zie ik dat Inge nog niet verschijnt en een zwart venstertje zit. Ik ga eventjes wachten. Of dat ze nog verschijnt of niet. Dus maar, vergrendeld. Is het vergrendeld, Inge? Ja. Mag jij niet meedoen vandaag om je te laten zien? Ik heb mijn haar goed gedaan. Ja. We zullen straks misschien nog een tweede poging doen in onze webcams. Dus de rest van de tijd ook uitzetten. Een nieuwe omgeving voor sommigen die onze webinars al een aantal keer gevolgd hebben. We hebben het ook al een aantal keer aangehaald dat we een nieuwe omgeving gingen in gebruik nemen. Dat is dus bij deze ook gebeurd. En de omgeving is dus de Big Blue Button omgeving geworden. Je zal dat misschien ook gemerkt hebben als je aanmeldde of nu hier in je scherm. Dus Big Blue Button is een open source omgeving waarbij dat je dat op serverniveau kan installeren. Dat ook gecombineerd kan worden met heel wat leeromgevingen. Denk maar aan Moodle, aan Smart School, aan Canvas. Dus er is heel wat mogelijkheden daaromtrent. Wij hebben gekozen om zowel met Link als met de leeromgeving het te gebruiken. En dat zal dus ook in de toekomst zo zijn. Heb je zo dadelijk vragen? Je zal gemerkt hebben dat er een chatkanaal is en ook gedeelde notities. We zouden willen vragen aan jullie om gedeelde notities te gebruiken als je vragen hebt. Collega Lien houdt dat in het oog, die gedeelde notities. En dan kan zij daar ook in linie, dus in het jouw vraag telkens het antwoord erbij te hebben. Misschien ook al meegeven dat wij dit ook verzamelen en later online plaatsen, maar je kan het ook zelf exporteren. Dus als je klikt op gedeelde notities, en we hebben straks hopelijk daar ook een lijstje met vragen, dan staat er op het einde twee pijltjes, pijltje links, pijltje rechts. Als je daarop klikt, dan kan je kiezen om het op te slaan als HTML of als een tekstbestand. En heb je ineens ook de weerslag van alle vragen die tijdens de sessie aan bod zijn gekomen. Dus dat is ook een hele mooie functie. Verder gaan we ook met polls aan de slag. En ik had een poll klaarstaan, wou ik zeggen, maar hij is even verdwenen. Dus ik ga hem terug opnieuw snel aanmaken. Dus je gaat zo dadelijk een poll op je scherm zien. Voilà. En dan zou ik willen vragen om even aan te duiden in welk onderwijsniveau jullie actief zijn, zodat we een klein beetje zicht hebben op onze doelgroep, wie er hier allemaal aan het volgen is. Dus ik geef jullie heel even tijd om te stemmen. Ondertussen is er gestemd en ga ik ook de resultaten presenteren. Ik zie dat er 32 van de 38 ondertussen gestemd hebben. Dat er nog mensen aan het binnenkomen zijn, maar we gaan er niet op wachten. Dus dan zien jullie ook dat de meerderheid volwassenenonderwijs is. Maar een mooie... Ah, voilà, ik hoor tot POC, CLB, dat zijn de Centra voor Leerlingbegeleider. Ik had er nog een veldje andere moeten aan toevoegen. Klopt helemaal. Dus dat is een hele kleine introductie in Big Blue Button. We kunnen ook met Big Blue Button werken in breakout-ruimtes. Dus dat betekent dat we ook groepswerk kunnen gaan doen in Big Blue Button. Ik kom daar straks uitgebreider op terug. We hebben ervoor gekozen om dat vandaag niet in de sessie te doen, omdat we maar een uurtje tijd hebben. Maar dat zou zeker ook een optie kunnen zijn dat we jullie in groepjes indelen, allemaal naar
groepjes per aparte ruimte daar bijvoorbeeld een kwartiertje in laten werken, terugroepen en verslag uitbrengen. Dat zijn zaken die allemaal mogelijk zijn. Dus dat is een heel korte introductie geweest in Big Blue Button. En we gaan naar hoe langer hoe meer zeker de mogelijkheden gebruiken. Enkele huisregels dat toch wel belangrijk zijn bij Big Blue Button. We hopen op een interactieve webinar. En in het eerste stuk, in ons presentatiestuk, zouden we graag hebben dat dat gebeurt dus door vragen te stellen via gedeelde notities. In het vervolgstukje op het einde gaat er ook mogelijkheid zijn om vragen te stellen via de microfoon. Mute je microfoon als je niet aan het woord bent. En als je mute, als je op je naam gaat staan en je klikt op je naam met de linker muisknop, dan kan je daar gebruiker dempen kiezen en kan je jezelf ook dempen. Let op, dempen, niet audio afzetten, want dat kan je straks ook niet meer terug als je je audio wilt opzetten. Dus dempen. Je kan ook, en dat gaan we straks ook nodig hebben, vinden bij, als je op je naam klikt, status instellen en je klikt door, dan ga je kunnen zien dat je daar je hand op steekt, dat je daar duim omhoog, duim naar beneden kunt gebruiken, dat je daar andere icoontjes hebt, lachende gezichtjes, emoticons. Dus je hebt daar heel wat mogelijkheden om uitdrukkingen te gaan doen. Dus bij deze willen we vragen om jullie microfoons dus te dempen en de notities te gebruiken zoals ik dat juist heb aangegeven. En dan ga ik nu het woord eerst geven aan Inge en ook de presentatorknop. Dus voilà Inge, ik heb jouw presentator gemaakt. Oké, dan kan ik nu denk ik mijn camera weer uitzetten. Nee. Even kijken, ga ik mijn scherm delen. Als het goed is, zien jullie nu mijn scherm. Ja hoor. Oké. Ja, nou vandaag gaan we met jullie aan de slag over samenwerkend leren of samenwerken bij online leren. Voordat ik eraan begin, we gaan wat vertellen over modellen die je daarbij kunt gebruiken. Zeg maar wat achtergrond. En Katrien gaat ook in op welke tools kun je daar nu allemaal voor gebruiken. Je krijgt deze presentatie ook, dus je hoeft niks op te schrijven. En waarschijnlijk is het heel veel, maar het zijn allemaal ideeën waar je dan zelf kunt gaan kijken van wat kan ik daarmee doen. Nou, ik kwam een hele mooie parabel tegen over samenwerkend leren. En dat gaat over een groep blinde mannen die bij een olifant staan en die zijn aan het kijken van wat is dit nu. En de ene blinde man die zegt, nou dit is een boom. Want die voelde aan de poot van de olifant en die zegt, nee dit is een boom. En de ander zegt, nee dat is helemaal niet waar, dit is een touw. En die zat aan de staart van die olifant te voelen. En de derde die zegt, nee joh, jullie hebben het allebei fout. Dit is een muur, want hij stond aan de zijkant van die olifant. Nou, als ze allemaal op zich dat blijven denken, dan is het voor de ene een boom en de ander een touw en voor de derde een muur. Maar als ze daarover gaan hebben en ze gaan daar eens over praten en ze gaan dus samen onderzoeken van, goh, jij hebt dan wel dat touw, maar als je iets verder naar rechts gaat, wat voel je dan daar? Ja, dan voel ik toch wel iets van een muur. En hoe ruikt het dan? En ik heb ooit eens gehoord dat er ook dieren zijn die zeg maar een boom en een touw en een muur kunnen voorstellen. Dan kunnen ze toch uitkomen op een veel hoger niveau van wat ze nou zien en wat ze nou doen, dan dat ze dat allemaal alleen doen. En dat vond ik een hele mooie parabel om aan te geven hoe dat samenwerken leren, hoe dat nou kan bijdragen aan meer kennis, een andere zienswijze. Sociaal werken. En dit is ook allemaal ter introductie van het COI-model. Ik weet niet of jullie het kennen. Dan ga ik daar het een en ander over vertellen. Nou hadden we wat polls, maar ik begreep van Katrien net dat dat mislukte. Dus we gaan het even doen met de hand opsteken. Ik ga ze niet allemaal doen, want dat gaat dan te veel tijd kosten. Maar de vraag is, gebruik je online werkvormen voor samenwerken? Als je dat doet, dan steek je even je hand op. En dan moet Katrien mij even vertellen wat ongeveer de uitslag is. En die kan ik zo niet zien. Dus steek je hand op als je online werkvormen gebruikt voor samenwerken.
ga nog heel even tijd geven, want ik zie nog niet zo heel veel handjes. Misschien dat er nog een paar gaan bijkomen. Ja, dus gebruik je online werkvormen als je gaat samenwerken. En het kan hoor, dat nog niet zoveel gebruikt wordt, want het is best lastig natuurlijk. Een twaalftal mensen heeft het handje opgestoken, dus die gebruiken de werkvormen. Ja, maar iets meer dan een kwart van de, ja, van de deelnemers. Ja. Nou, dan is dat in ieder geval een goed webinar waar de anderen in zitten. Om te kijken hoe kun je dat nou doen, online samenwerken. Dan heb ik nog een vraag. En dat is meer, stel je voor dat je gaat online samenwerken. In wat voor vorm dan ook. Dan heb ik vier antwoorden. Even kijken, hoe gaan we dat doen met hand opsteken. Moet je even snel reageren. Ik heb vier antwoorden. Ik zal ze eerst even voorlezen. En daarna ga ik er nog een keer langs. En dan doen we het met hand opsteken. De antwoorden zijn. A, dat kan prima. B, ik zie dat wel zitten, maar weet nog niet hoe. C, daar ben ik heel huiverig voor. En D, in mijn beleving kan dat niet. Dus hand opsteken voor de mensen die zeggen. A, dat kan prima. En Katrien, we geven maar even korte tijd dan. Ja. Dat zijn er een veertiental. Oké, nou dat is mooi. B, ik zie het wel zitten, maar weet nog niet hoe. Dus ik zie het wel zitten, maar ik weet nog niet hoe. Dat zijn heel veel handjes, Inge. Oh, oké. Okay. Nou, maar dat is heel mooi. Dat betekent dat 14 al, zeg maar, vinden dat dat prima kan. En dat de anderen in ieder geval dat heel graag zouden willen doen. Dan krijgen we antwoord C. Daar ben ik heel huiverig voor. Ik vermoed dat er dan niet zoveel zijn. Ik zie nu nog heel veel handjes, dus als je heel even je handje wil weghalen, als je op je naam terugklikt, status instellen. En als je terugklikt op het handje, dan is het weg. Een poll is toch makkelijker, hè, Katrien? Is iets makkelijker, dus ik hoop dat het in de toekomst terug met polls kan. Ja. Ja, voilà. Ik zie nu heel veel beweging. Oké. En ik zie 1, 2... Drie handjes, vier, vijf handjes. Dus zijn er wel een pak minder. Ja, nou ik hoop dat we die vandaag kunnen laten zien dat het heel goed zou kunnen. En dan hebben we D. In mijn beleving kan dat niet. Dus online samenwerken. Dus dan moeten de mensen die net gestemd hadden hun hand weer naar beneden halen. En dan de anderen hem weer laten staan of... Daar heb ik twee handjes. Oké. Nou, ik ben benieuwd. We gaan eens even wat dieper duiken in de achtergronden. En dan ga ik het hebben over het COI-model. Dat is één van de modellen die je kunt gebruiken voor het opzetten van online blended leren. Er zijn er natuurlijk veel meer, maar we hebben deze nu even gekozen omdat die heel mooi bij het samenwerkend leren past. Het COI-model is eigenlijk ontstaan vanuit het constructivisme. Het sociaal constructivisme. En daar zijn de ideeën van John Dewey aan toegevoegd. En vervolgens is er een theoretisch model ontstaan voor het optimaliseren van leerervaringen bij blended en online leeromgevingen. Dus de educational experience. En als ik dan even ga kijken naar het model. We gaan het nu stap voor stap eventjes doornemen. Dus die educational experience, dat is een heel belangrijk onderdeel van dat COI-model. En het COI-model staat voor Community of Inquiry. En het bestaat al heel lang, het is al dik 10 jaar oud. En er is heel veel over te vinden op internet. En het is een mooie kapstok voor samenwerkend online leren. En met name voor blended leren. En nou, de
Educational experience staat dus in het midden. We zijn natuurlijk benieuwd wat er in de andere vakken staat. Dat model zegt, want er moet een sociale presence zijn. En dat betekent dat je sociaal aanwezig moet zijn als student, docent in die groep. Er moet een goed leerklimaat zijn. Studenten moeten zich veilig voelen. Er moet vertrouwen zijn, verbondenheid. En er zijn allemaal technieken waarmee je dat kunt doen online. Kijk, in de klas is dat natuurlijk makkelijk. Want je gaat even naar een groepje toe. En als je merkt dat ze het wat lastiger hebben dan of een persoon. Dan sla je even een arm eromheen en je praat even met ze, je laat ze even met je sparren. Dat is in online natuurlijk lastiger. Maar daar zijn zat technieken voor en tools die dat kunnen. Dat gaat Katrien later ook zien. Maar dat social presence, dat is dus een van die onderdelen. Dan hebben we de cognitieve presence, dat is meer het kennisdeel. Dus individueel, wat weet ik al, hoe kan ik mijn kennis activeren? Hoe haal ik die kennis, waar haal ik die vandaan, mijn docent, dat gaat echt om het kennisstukje. Dus je hebt het sociale stuk en je hebt het kennisstuk. En dan heb je nog de onderste, dat is de aanwezigheid van de leraar. En dat is ook de rol van de leraar en hoe die de processen begeleidt en stuurt. En jij kunt natuurlijk op de, ja, ik noem dat even ouderwetse manier, een docent voor de groep en die gaat zenden en zijn kennis delen met de groep. En daar is in sommige gevallen ook helemaal niks mis mee. Maar je kunt ook een docent hebben die meer in de rol is van het modereren. Dus die zit meer boven het proces. Wat gebeurt er nou in zo'n groepje? En hoe kan ik nou zorgen dat, of bij die studenten, dus het kan een groep of student zijn. En hoe kan ik nou zorgen dat dat groepje of die student zo goed mogelijk geholpen wordt om verder te komen. Hoe kan ik zijn kennis activeren en dat soort zaken. Dus dat zijn de drie onderdelen die in dat COI-model zitten. En wat ze nou zeggen is dat je eigenlijk tot een goede leerervaring kunt komen als je minimaal in 1 of 2, liefst 3, van deze sferen zit. Dus dat kan zijn sociaal en cognitief, maar dat kan ook sociaal met en de docent. Dus en dat kan ook alle drie. En dan heb je die vakken, zeg maar, die elkaar overlappen. Nou, als je dan een overlap hebt tussen het sociale klimaat en de, moet ik even kijken, de veilige leeromgeving, daar kun je dus denken aan zorg dat je elkaar kent in die omgeving. Je gaat een community vormen. We hebben ooit eens een webinar gegeven en dat ging over hoe geef ik nou een goed webinar of hoe werk ik online samen. En een van de belangrijke dingen is ook dat je een stomme vraag mag stellen en dat je niet gelijk daarop afgebrand wordt. En dat het juist goed is om vragen te stellen en om complimentjes te geven. En je gaat ook doelen stellen met je groep. En waar gaan we dan naartoe? En hoe wordt dat dan gemonitord? En als docent ga je dan instructie geven. Dus dat is eigenlijk op dat leervlak tussen de kennis en het sociale. Ik heb dadelijk een heel mooi voorbeeld, studentenproject, dus met name die op dit vlak zit. Dan, als je kijkt tussen de cognitief en de docent, dan heb je vooral dat je gaat zorgen voor, als je kijkt tussen sociaal en cognitief, ga je vooral zorgen. Ik zat net fout, net was het klimaat wat je zette. Tussen sociaal en cognitief ga je vooral kijken naar discussies en interacties en over die stof praten. En vervolgens ga je, en dat zit dan op het niveau van docent en cognitief, ga je kijken, oké, welke content ga ik dan gebruiken? Hoe ga ik dat gebruiken? Zijn ze duidelijk? Is het toegankelijk voor iedereen? Ga ik ze zelf laten er doorheen laten lopen, gaan ze het van het internet halen. Al dat soort vragen die komen daar dan in. En ook, heel belangrijk natuurlijk, wat is jouw rol als docent daar dan bij? En dan heb je eigenlijk het hele COI-model in totaal. Als je meer informatie daarover hebt, er is dus heel veel op internet. En hier is ook een link naar een groep die daar heel erg veel voorbeelden van heeft en onderzoek naar gedaan heeft. En het COI-model, dat kun je dus heel goed als kapstok houden voor als je naar dat blended leren gaat. En
Voor degene die niet weet wat blended leren is, dat is een heel makkelijk onderscheid. Als je minder dan 30% doet aan online leren, dan zeggen ze, dan is dat gewoon face-to-face onderwijs met ondersteuning van online leren. Als je tussen de 30% en de 80% aan online activiteiten hebt van jouw onderwijs, dan noem je het blended, hè, een gemixte vorm tussen face-to-face en online. En als je meer dan 80% online doet, dan is het eigenlijk afstandsleren. En dan kun je een beetje dat onderscheid houden. Inge, ik ga nog heel even iets aanvullen daarop voor de mensen uit Vlaanderen. Wij hebben nog een aparte term. Wij gebruiken ook nog de term gecombineerd leren. Wat dat eigenlijk hetzelfde betekent als blended leren. Dus de mix tussen klassikaal en online. Maar ja, het zou Vlaanderen niet zijn als we niet onze eigen terminologieën hebben. Nee, ik ben er nog steeds voor dat we gewoon die talen samenvoegen. Dat is makkelijker. Oké, dus samengesteld leren noemde jullie het, hè? Blended leren. Maar de verdeling is denk ik wel hetzelfde. De verdeling is hetzelfde, alleen noemen we het gecombineerd leren. Gecombineerd leren, nou mooi, weer wat geleerd. Nou, als je dan gaat kijken naar dat samenwerkend leren, dan zijn er eigenlijk 5 factoren die tot succes kunnen leiden, waar je eigenlijk wel over na moet denken, hoe je dat dan gaat doen. Als je, en dat kun je ook wel voorstellen, en dat is in de klas ook hoor, dat is helemaal niet anders dan online. Als je een groep samen gaat laten werken, dan moeten ze eigenlijk wel een bepaalde afhankelijkheid van elkaar hebben. En om een voorbeeld te geven, je hebt een groep studenten en daar zeg je tegen, nou jullie moeten dit project doen, maar ik ga iedereen individueel beoordelen op hoe je het doet. En wat er uiteindelijk uitkomt. En je moet ook allemaal je eigen stuk schrijven. Dan is de afhankelijkheid van elkaar eigenlijk veel minder. Want als iemand dan denkt, ja, maar ik weet het eigenlijk allemaal al, die gaat het gewoon voor zichzelf doen, want die wil een hoog cijfer krijgen. En iemand die juist nog hulp nodig heeft, die heeft daar dan zeg maar niks aan. Dus die wederzijdse afhankelijkheid, die kun je gaan creëren door te zorgen dat ze allemaal iets moeten bijdragen om te zorgen dat het eindresultaat nog veel beter is. En dat ze het voelen, en dat staat hier heel mooi, de winst van de ene is de winst van de andere. En dat kun je doen door de doelen die je stelt, dat kun je door verschillende beloningen, door welke materialen je gebruikt, en misschien de personen verschillende rollen geven, waardoor ze wel als groep van elkaar afhankelijk zijn, maar ook verschillende kennisgebieden bij elkaar zetten. Hè. Ik kan me een project voorstellen tussen ICT en design, waar ze een robotje gaan ontwikkelen, waar dan de een de kennis brengt over de ICT-kant en de ander de kennis brengt over hoe moet dat robotje er dan uitzien. En samen, ze hebben elkaar nodig om dat resultaat te bereiken. Het kun je ook, een van de succesfactoren is ook dat er een individuele verantwoordelijkheid is. Ze moeten het gaan voelen dat ze ook daadwerkelijk iets moeten gaan bijdragen om tot het resultaat te komen. Dus ze moeten zich wel verantwoordelijk voelen voor het resultaat. En als je het hebt over die taak- en rolverdeling, je hebt heel veel projecten en die heb je ook face-to-face. Waar je een groep hebt waar de een de voorzitter mag zijn, de ander de secretaris en eentje de penningmeester. En dan ga je al echt in die rollen. Maar het kan ook zijn van een van de groepen gaat content zoeken. De andere gaat vragenlijsten doen. En een derde die gaan zich aan de slag met het product dat we moeten gaan opleveren. En zo kun je de verschillende leden in de groep ook een eigen rol geven en zich verantwoordelijk laten voelen voor dat project. Wat ook heel erg belangrijk is, is dat ze ook als je online werkt, dat er dus directe interactie kan zijn. En je kunt je voorstellen dat je samen in een Teams of in BigBlueButton of wat je dan ook gebruikt, waar de groepjes samen kunnen werken. En dan kunnen ze dan ook tegelijkertijd aanwezig zijn. En op school kun je dat natuurlijk makkelijker organiseren of in je organisatie. En doordat ze met elkaar gaan praten en brainen en denk aan die olifant, gaan ze toch veel meer ontdekken en van elkaar leren dan dat ze dat allemaal voor zich doen. Dus je moet ook zorgen dat de mogelijkheid er is voor die directe interactie. En dit is vaak wat lastig is met online,
Maar jullie hebben de afgelopen tijd waarschijnlijk allemaal moeten werken met dit soort platformen. En heb je ook al gezien dat dat best gaat. Wat leerlingen zelf vaak doen. Ik ga er nou niet op in of je daar voor of tegen moet zijn. Maar er is een eigen WhatsApp-groepje of een eigen Facebook-groep. Of op Skype met elkaar werken. De studenten vinden ook altijd wel een eigen manier om elkaar te vinden. Dan waar je natuurlijk tegenaan loopt en waar je dus wel aandacht aan moet besteden. En dat is zeker ook een van de risicofactoren. Of ik kan het beter omschrijven als een van de succesfactoren als je het goed doet. Is dat je. Ze kunnen dat ook niet zomaar. Je kunt niet zomaar tegen een groepje zeggen: Zo, nou, dit is de opdracht. Ga maar samen zitten. En. Dan gaat dat dan vanzelf gaat werken. Dat is niet zo. Je moet daar als op de een of andere manier als organisatie of als docent wel aandacht aan besteden. En dat kan door een expert in de groep te halen die uitlegt hoe dat werkt. Dat kan door een bepaalde module eerst te doorlopen van hoe gaan we dat dan doen. En dat kan om door de student eerst ook afspraken te laten doen en afspreken van wat verwachten we nou van elkaar. Daar zijn allerlei vormen voor. Maar het is wel belangrijk dat je daar aandacht aan besteedt, aan die samenwerkingsvaardigheden. En tot slot natuurlijk heel belangrijk, achteraf ook evalueren, evalueren, evalueren. Hoe ging het samenwerken? Wat vind je van het product? Wat vind je van het proces? Eventueel peer review naar andere groepen. Ook die evaluatie, daar leren ze weer wat van. Nou, wat zijn dan de voordelen van dat samenwerkend leren? Eén is je activeert de student. Dus als ik een voorbeeld heb, en dan hou ik het even bij online. Ik wil een student het een en ander leren over hoe moet je nou een motor van een auto reviseren. Dan kan ik hem een video sturen en hij kan achterover gaan leunen en ik geef hem wat teksten en ik zend zeg maar als docent die informatie naar hem. En de student kan achterover leunen en kan dat tot zich nemen. Wat ik ook kan doen is online een klein stukje van die motor laten zien en aan die student of aan een groepje vragen van goh, hoe zou jij dat nou aanpakken als je dat moet gaan reviseren? En vervolgens gaan zij op internet zoeken of in hun boeken of in het materiaal wat ze van jullie hebben. Van oké, nou ja, zo zou ik dat aan gaan pakken. Wat je daarmee doet, is dat je de student in een actieve stand krijgt. En dat is iets wat je dan op die manier kunt doen. En dat gaat ook online. Dat hoeft niet alleen maar face-to-face. Elizabeth Barclay, als je hierin gaat, dan kun je op die link klikken. Die heeft al een hele lijst van allerlei technieken die je kunt gebruiken, zowel online en offline, om dit voor elkaar te krijgen. Dit is overigens al uit 2010, maar het werkt nog steeds. Nou, dan moet je ze ook de mogelijkheid geven om over dat onderwerp te praten. Als we het even bij die motor houden. En die olifant is eigenlijk ook wel een goed voorbeeld. Dan, doordat ze erover gaan praten met elkaar, en hier wordt het SUMMER-model gebruikt, en als je het interessant vindt, moet je er maar naar kijken. Maar je kunt daardoor in een hele korte tijd kun je veel meer uit de personen halen. En kun jij je als persoon ook beter inleven in het onderwerp, doordat jij de informatie van de anderen ook krijgt vanuit de groep. Wij zeggen altijd, de groep is de arena van het leren. En een individu kan heel ver komen, maar in die groep kun je nog veel meer leren. Een ander voordeel is dat je de kwaliteit van de bijdrage is ook veel hoger. Er wordt veel dieper over nagedacht. Het wordt van meer verschillende kanten benaderd. Hè? Want wat ik vind dat dat een poot of dat het een boom is. En een ander zegt dat dat een poot is. En dan ga je daarover praten met elkaar. En uiteindelijk snap ik van goh, er zit meer aan die boom dan alleen die boom. Dus het levert de kwaliteit van de bijdrage is ook veel hoger. Ook voor leerlingen die inclusief onderwijs nodig hebben, die blind zijn, slechthorend, maar ook ADD en dyslexie. Je
Doordat je samenwerkt leren, gebruik je elkaars kwaliteiten om te zorgen dat je zelf en als groep daarvan groeit. En dat is vaak als je dat één op één doet zo, dan heb je daar minder mogelijkheden voor. Dus die inclusie is ook een belangrijk voordeel van dat samenwerkend leren. Wat er ook gebeurt is, doordat je dit doet, ontstaat er ook echt een community. En het gevoel van dat je bij een community hoort. En dat zagen we net ook al in dat COL-model, het COI-model. Dat je in een sociale community, dat je je veilig voelt. En doordat je samenwerkend leert, hè, als het op een goede manier gebeurt, dan voel je je ook echt betrokken bij die community. En die community, ja, daar hebben we het weer. Dus de arena van leren, kom je ook weer tot veel grotere resultaten. En ook de kennisopbouw is veel hoger als je gaat samenwerkend leren. Nou, ik heb nu even in vogelvlucht wat dingen genoemd. Je ziet in de presentatie ook een aantal namen genoemd en een aantal technieken. Ga er gewoon rustig een keer naar kijken als je dat interessant vindt. Maar de vraag is natuurlijk, en er waren 14 mensen die het al toepasten en een hele hoop die hadden geantwoord, ik zou het wel willen, of ik doe het wel een beetje, maar ik zou eigenlijk wat meer informatie willen. Dan gaan we nu naar Katrien, want Katrien die gaat het een en ander vertellen over welke tools kun je daar nu voor inzetten. Inge, jij gaat nog één ding verder gaan, denk ik. Hè? Oh ja, had ik jullie nog beloofd. Een heel mooi studentenproject. Dit is van de Universiteit van Bristol. En ik zal even dit openen. Die hebben met dit project de Atlas Award gewonnen. En dit hebben ze ook, voor degenen die het kennen, dit is Xerte. En ze hebben dat project ook, een studentenproject gedaan, waarbij de studenten ook zelf Xerte gebruikten als samenwerkingsproject. En ik moet even het geluid uitzetten. Deze Andrea Zok, dat was vanuit de opleiding. Er was onvrede over, in dit geval ging het over Italiaanse grammatica, hoe dat gegeven werd. Dus dat moest anders. Men wilde de studenten ook meer betrekken. Ik ga hem niet aanzetten hoor, want die moet maar een keer zelf. Hij legt heel goed uit wat dat dan is. Maar er was dus onvrede. Men wilde vanuit de verwachtingen van wat moest ik nou leren op zo'n universiteit. Wat wil ik nou? Daar wilde men ook anders doen. Ze wilden de studenten meer betrokken en ze wilden samenwerken. En dat zijn ze gaan doen. En in dat project hebben ze dus Xerte ingezet voor het maken van zo'n project. De studenten kregen een opdracht. En dat was een stukje rondom een grammatica opdracht eigenlijk. En daar moesten ze een uur onderwijs voor gaan maken voor hun medestudenten. Dus het was eigenlijk een student becomes teacher project. En daar konden ze allerlei opdrachten. Ze mochten helemaal vrij wat ze dan gebruikten in Xerte. Want je kunt er allerlei interactieve oefeningen inzetten en tekst en dergelijke. En ze werden lokaal ondersteund vanuit de universiteit. Iemand die wel goed wist hoe die tool in elkaar zat. Nou, uiteindelijk de resultaten. Dan moet ik even hier naar het einde gaan. Die was dat ze de studenten in dit project veel meer actief waren. Dat ze zich eigenaar voelden van het project. Ze voelden zich meer verantwoordelijk en vonden het ook leuk. En het was altijd toegankelijk. En dat waren de voordelen. Ik ga hier even doorheen, want dat is niet zo interessant. Maar wat zij hadden gedaan was, ze deden en dit is even een voorbeeld hoe je dat dan kunt opzetten. Ze gaven een training, 2 sessies in week 1 en 2. En dat ging onder andere over hoe je de tool moest gebruiken, maar ook over de opdracht en wat er nou verwacht werd. Dan werden de studenten in groepjes ingedeeld en konden ze een grammatica onderdeeltje kiezen. Dan gingen ze aan de slag en ondertussen was de docent was meer een moderator. Die ging dus in de groepjes langs en die keek, gaat het goed, gaat de goede kant op. Ze konden ook vragen stellen aan die persoon. Dan kreeg je in een aantal sessies kreeg je dat zij zelf hun eigen
les gaven aan hun medestudenten over dat grammatica onderwerp. En vervolgens in de lessen daarna werd daar weer feedback op gegeven. En vervolgens kun je weer een ander grammatica onderdeel oppakken. En dit cirkeltje zo rond laten gaan. Nou was dit met grammatica, maar je kunt je voorstellen dat dat met heel veel onderwerpen kan. En dit waren de resultaten. En ik ga er even een paar uitpakken, omdat ze het zo verschillend hebben aangepakt. Dit groepje heeft bijvoorbeeld een filmpje gemaakt. Helemaal gebaseerd op film. En er was ook een groep, ik ga hem nu niet openen, want het duurt te lang. Dus volgens mij was dat deze groep. Die hadden als basis een pretie gemaakt waar je helemaal doorheen kon. En die in cassetten gezet. En deze groep, die hadden de pretie gemaakt. Deze groep had juist weer met tekst het een en ander gedaan. Deze groep had meer wat interactieve opdrachten gemaakt. En zo... En zo waren al die studentenprojecten waren eigenlijk heel anders. En het leuke was, en dat staat hier ook in dit... Ga ik weer even een stukje verder. Het is allemaal heel interessant, maar dan moet je maar zelf een keer doorlezen. Hier hebben ze wat filmpjes waar ze die studenten aan het woord laten wat ze er nou van vinden. En de meeste van deze studenten, die zeiden van nou, we vonden het een ontzettend leuke manier om te werken. Naast dat we het fijn vonden dat we... met die tool konden werken, vonden we het ook heel fijn dat we op deze manier die stof tot ons konden leren. En ik vond, er waren er zelfs die zeiden, we vonden het leukste wat we ooit hebben gedaan bij het leren van zo'n van grammatica. Want het, grammatica is natuurlijk niet, tenminste voor de meesten, niet het leukste onderwerp. Wat ze ook gedaan hebben bij dat project, was de negatieve commentaren opgezet. En dat was bijvoorbeeld dat je meer bezig was met de tool dan met het project zelf. En er waren ook mensen die houden helemaal niet van technologie. Dus die vonden het al helemaal niks. Dus dat vond ik wel leuk dat ze zowel de positieve als de negatieve commentaren daarin gegeven hebben. Echt een superleuk project. Wat dus ook een prijs heeft gewonnen daarmee. Nou ben ik echt klaar, Katrien. Dan neem ik de schermweergave terug over naar mij. En dan gaan we het hebben over tools natuurlijk. Hè? Want Inge heeft het heel mooi gekaderd, het kooimodel, ook de voordeel, succesfactoren van samenwerken. Maar ja, je hebt toch ook wel de tools nodig of de leermaterialen nodig om dat te kunnen gaan doen. We gaan zeker niet alle tools overlopen. We hebben er een aantal uitgepikt, een aantal namen, maar ik denk dat je zelf ook wel, als er moest je andere hebben, nodig ik jullie zeker uit om die ook toe te voegen bij de gedeelde notities. Dan nemen we die ook mee op in de presentatie nadien. Dus ja, leermaterialen in het onderwijs heb je altijd leermaterialen. Hè. Eender hoe dat je lesgeeft, dat dat klassikaal is of online of de combinatie daarvan. Dat je met studieboeken, met filmpjes, met websites, met online leermaterialen aan de slag gaat. En dat stel ik wel heel belangrijk bij een afstandsonderwijs, maar zeker ook bij samenwerken, dat je dan heel duidelijk naar cursisten of naar studenten brengt van ja, dat gaan we gebruiken en op die manier en zo verder. Moet ook goed beschikbaar zijn voor hen via één omgeving meestal. En dat je een website gebruikt of een leeromgeving zoals SmartSchool, Moodle, Canvas, wat dan ook, om hen de leermaterialen te bezorgen. Dus ook dat je daar de links of wat dat je wil gebruiken om gaan samen te werken of via die weg gaat weergeven. En we gaan natuurlijk stilstaan bij enkele tools voor samenwerking. Leren. Een aantal tools dat we kunnen gebruiken, of een aantal een kapstok eigenlijk, is de student response systemen, die dat we voor een stukje kunnen ook inzetten bij samenwerkend leren. Socrative is zo'n tool die dat je kan gebruiken om een beetje het spelelement toe te voegen aan je onderwijs en ja, een beetje dat competitiegevoel ook te geven, het samenwerken daar ook kunt meedoen. Mentimeter is net hetzelfde. Kan je ook op die manier gaan inzetten. Quizzes is zo eentje. En Poll Everywhere. Poll Everywhere heeft het voordeel dat je dat kan integreren in andere tools, zoals een PowerPoint, zoals een Google Slides. Dus dat zijn mogelijkheden. Ene kapstok, student response systemen. We hebben er ook altijd voor gezorgd dat je een korte handleiding terugvindt in onze presentaties om met die tools aan de slag te gaan. En dus telkens als je een tool aanklikt, ga je daar ook naar die, meer informatie rond. En bijvoorbeeld Mentimeter kan je 9 verschillende soorten vraagtypes
gebruiken. Bij de gratis account kan je 2 type vragen gratis doen. Je kan zoveel mentimeters maken dan je wil, maar 2 vraagtypes. En je kan bijvoorbeeld dat gebruiken om woordenwolken te laten maken. Dat je bijvoorbeeld vraagt van, geef nu 2 trefwoorden die met dat thema te maken hebben en dat cursisten of leerlingen dat gaan ingeven. En op die manier, hoe meer dat ingegeven wordt, hoe groter het woord wordt weergegeven. Quizzes is een tekenhanger van Kahoot. Kan ook weer gebruikt worden om mensen aan de slag te laten gaan. Ondertussen die kennisverwerving te doen, maar ook eventueel voor samenwerking is dat ook een mogelijkheid. Poll Everywhere is een tekenhanger eigenlijk van Mentimeter, maar dus te integreren in Google Chrome bijvoorbeeld, maar ook in PowerPoint, ook in Google Presentatie. Een andere grotere kapstok is dan het effectief samenwerken in documenten, in een soort van dashboard. De eerste tool, Trello, staat hier een voorbeeld van, maar ik ga jullie ook een echte Trello laten zien, die dat wij gebruikt hebben binnen ons Europees project, waar zowel Inge als ik zelf in zaten. Wij hebben dat opgestart eind 2016, september 2016, en tot op vandaag komen daar nog heel regelmatig dingen op. Voor ons was dat eigenlijk een planningstool, maar ook naar samenwerking, groepswerk toe kan dat heel goed gebruikt worden om inderdaad te zien van wat moet er nog gedaan worden. Bijvoorbeeld, we hadden ook een kolommetje to-do hier staan. Wat moet er nog gedaan worden? Je kan, en zoals je hier ziet bijvoorbeeld, ook als je heel goed ziet, het fotootje van Inge, nu zien we ze toch in het heel klein, kan je ook taken aan mensen hangen, dat je zegt van, jij bent verantwoordelijk voor dat stukje, jij moet dat in orde maken. Je kan deadlines erop zetten, je kan ook, wij hadden dat ook gedaan, een kolommetje done gemaakt, we hadden een internationaal project, maar je kan dat perfect ook in het Nederlands maken, zodanig dat het ook opvolgbaar is van, wat is er al klaar, wat moeten we nog doen, halen we de deadline, waar zijn we mee bezig, die in progress, dus dat kan allemaal op een heel eenvoudige manier. En je kan dat koppelen aan zowel Google apps, als je werkt in de Google-omgeving, als aan de Office 365-omgeving. Daar kan je ook koppelingen maken, zodanig dat studenten niet moeten switchen, maar dat ze vanuit Trello, als je dat linkje geeft en je maakt een privébord, zoals je dat hier ziet bij ons ook, dat is een privébord, kunnen alleen mensen in die dat wij hebben toegevoegd, op basis van een mailadres, dan kan je ook zeggen van die mensen hebben toegang tot het bord en die mensen kunnen ook OneDrive documenten of Google Drive documenten gebruiken en hier linkjes zetten. En dan werkt dat ook vrij vlot, want dan moet je dat hier maar op aanklikken en ben je in die omgeving. Hetzelfde ook, je kan foto's toevoegen, je kan enorm veel zaken meenemen hierin. Dus dat is een heel mooie tool. En je kan zoveel borden aanmaken als dat je wil. Dus daar zit geen beperking op. Een andere tool die dat de meeste onder jullie denk ik wel al kennen of gehoord hebben, is Padlet. En Padlet is een interactief prikbord, een soort van schoolbord van vroeger dat aan de muur hing in heel veel klassen en waar dat erop met duimspijkers zakken werden opgehangen. Is dit de digitale vorm, maar ook voor heel goed voor samenwerking in die zin dat je allemaal kan post-itjes erop plakken en die post-itjes kunnen bestaan uit tekst of uit linken naar ook weer verschillende documenten, Google, OneDrive, maar foto's naar video's. Dus je kunt heel veel zaken aanbieden om ook weer die samenwerking te erop te krijgen of zichtbaar te krijgen liever. Je kan ook laten stemmen op elkaar, hartjes geven, vind ik, leuks geven. Je kan ook reageren op elkaar. Dus er is ook weer interactie enorm in zo'n Padletbord. Wij zelf gebruiken dat ook ontzettend veel. Vorige week heb ik zelf ook deelgenomen aan een halve dag workshop, internationale workshop, en kwam ik de tool Mural tegen. Een heel nieuwe tool voor mij. Ik ken heel veel tools, maar die tool was toch wel nieuw. En Mural is eigenlijk een platform dat ook weer een leerkracht opzet en leerlingen eraan toevoegt, maar om zeer visueel te denken. Dus het is eigenlijk een combinatie van Trello met Padlet. Daar kan je het mee vergelijken. Wij hadden gestart met, was ook voorbereid door onze groepleiding daar,
door allemaal ons fotootje erop te zetten, dat zie je aan de linkerkant. Hè. Dat was ons team. Beneden was ingedeeld dat daar, het ging normaal doorgaan in het zeer warme Sevilla, maar het ging dus online door, want we konden geen een van allen naar daar gaan. Dus we hadden als groep de opdracht gekregen van een bezienswaardigheid van Sevilla, om daar iets van te vertellen. Hè. Mensen die het kennen, dat zijn de paddenstoelen in Sevilla, zeer bekend. Hè, en dat is een hele grote houten structuur. Dus ik had daar het blauwe post-itje op gezet. Grote houten structuur. Iemand anders zegt dat dat een paddenstoel noemt, enzoverder, enzoverder. Maar op die manier kan je ook dat groepsgevoel ook weer brengen aan de hand van die foto. Want de mensen in onze groep, die hadden wij 3 jaar geleden gezien. Dat konden we ook niet meer herkennen, enzoverder. Dus er was geen groep aanwezig. Het waren allemaal losse personen. Als je dan het tweede luikje bekijkt van Mural, dan is daar een tabel ingevoegd en wij konden post-itjes plakken en post-itjes in verschillende kleuren, verschillende vormen. Dus onze mening eigenlijk op die manier uiten. En kan er ook, want dat was het, de bedoeling was dat we individueel op die Mural post-itjes plakten en dat we dan een groepsdiscussie live hadden met, zijn we daar eens mee, niet eens mee, enzovoort. Dus de discussie die was live, maar de plakbriefjes die waren eigenlijk ieder voor zich in een aparte kleur. Maar een heel mooie tool. Je kan als leerkracht ook de aanvraag indienen en dan kan je hem gratis gebruiken. Standaard is het dat je 1 bord of 2 borden sowieso al kan aanmaken gratis. Maar je kan bij hen met een mailadres van de school dus ook het uitbreiden. Canva is misschien ook niet nodig om nog voor te stellen om samen te werken, maar heeft wel te maken met grafisch ontwerp. Dat je zegt van, we gaan een infographic maken, laat leerlingen of cursisten dat samen doen. Canva kan met meerdere mensen, dus met een team, aan 1 opdracht werken. Dat je op die manier ook mensen uitnodigt. Dus als jij die aanmaakt, dat je daar leerlingen aan toevoegt en op die manier mooie creaties maakt. Dan een beetje een verstopte functie in Google Slides, die we toch wel ook willen belichten, omdat ze echt wel een zeer goede functie is, maar ze is niet zo gekend. Je kan namelijk een Q&A gaan doen met Google Slides. En die zit een beetje verstopt en ik heb het hier ook in het blauw bijgezet. Dus als je naar presentering gaat, dan heb je dus bovenaan presentator weergave. Je kan publieke tools en dan kan je zeggen begin nieuw en dan gaat hij eigenlijk een Q&A open doen. En terwijl dat jij een presentatie doet, of dat hij nu een live sessie is, of dat je dat face-to-face doet, dat maakt niet uit. Maar als jij dus een sessie aan het doen bent en je zet die Q&A open, kunnen leerlingen en cursisten u op die manier vragen beginnen stellen. En andere cursisten kunnen liken en unliken die vragen. Dus op die manier kan er ook interactie komen. Dat is ook een hele fijne tool die zomaar in Google Slides aanwezig is. Maar een minder gekende optie. Wat dat er meestal wel gekend is, en ik vermoed ook dat jullie dat ook wel kennen, is groepsredactie of het samenwerken in Google Drive of in OneDrive, want dat kan ook. Ik heb hier nu de Google Drive genomen. En dan kan je ook kiezen of dat je mensen laat je document bekijken, becommentariëren, opmerkingen bijzetten of effectief bewerken. En dan kan je ook terugvinden wie wat heeft toegevoegd als je dus dat aangeeft van met opmerkingen te werken in je Google Drive document of in je OneDrive document. Met opmerkingen zie je wie dat toevoegt. Als je werkt zonder opmerkingen, is het iets moeilijker om terug te vinden wie bijgedragen heeft en wie niet. Een tegenhanger daarvan, of een alternatief, als je echt wil weten van, ik heb hier een groep leerlingen en hebben die allemaal wel bijgedragen, is bijvoorbeeld de tool Dropbox Paper. En daar moeten ze ook aanmelden met een Google of een Office 365 adres. Maar dan kan je ook terugvinden door 1 simpele klik. Heeft iedereen een bijdrage gedaan? Of is hier door aan bepaalde mensen niks in dat document? En zijn ze er helemaal niet in geweest? Ondertussen zie ik ook in de, ik wou zeggen Q&A, maar in de notities komen we aan hoe is GPDR proef? Trello is sinds kort overgenomen door een andere firma. Ik kan me niet direct herinneren welke firma, ik heb het er straks nog zien passeren. En GPDR-proof, dus inderdaad, dat is heel belangrijk. Je neemt dat best op als je externe tools gebruikt, eender welke tool dat je gebruikt.
Ah, voilà, mijn assistent denk ik dat het aan het typen is. Maar op het moment dat je een externe tool gebruikt, dat je dat opneemt in je schoolreglement of dat je dat opneemt in een document dat als het kinderen zijn onder de 18 jaar, dat ouders mee akkoord gaan om die tool te gebruiken. Of als het boven de 18 jaar is, dat cursisten het zelf mee akkoord gaan om die tool te gebruiken. Dus je moet wel een toestemming hebben als ze apart moeten inloggen buiten de leeromgeving. Als er een tool is die in de leeromgeving zit en ze moeten niet apart inloggen, is dat niet nodig. Is het een tool zoals Mentimeter, waar jij moet inloggen als leerkracht, leerling of cursisten niet, dan is het jouw beslissing. Als jij zegt van, voor mij is dat niet erg dat ik daar inlog, ik ga daarmee akkoord, dan moet je dat niet vermelden, moet je er geen toestemming aan cursisten of leerlingen voor vragen. Maar als zij moeten inloggen, moet je dat wel meenemen voor de GDPR gewijs. Dus het groepsredactie. Uiteraard zijn er heel veel tools. Ik ga er zelfs nog wel een aantal opnoemen. Maar Jane Hart doet elk jaar, en ik denk dat hem in september weer zal verschijnen, een vragenlijst voor onderwijs en voor non-profit sector en voor werkorganisaties naar het gebruik van tools. En dan stelt zij daarbij een top 100 of soms een top 200, naar gelang hoeveel tools dat er in het jaar zijn bijgekomen op. Altijd heel leuk om die mix aan tools te zien verschijnen. Dus ik denk eind september, begin oktober, dat er opnieuw een zal zijn, tenzij dat de corona daar een beetje roet in het eten heeft gegooid. Maar zij heeft dus ook in 2019 een social en collaboration platform en spaces bij elkaar gezet. En zelfs heel recent, 17 april, is die nog geüpdate. Ze houdt die ook bij, die lijst. Jane Hart, we hebben ook haar vorig jaar of 2 jaar terug hier in Vlaanderen gehad voor een sessie te komen geven rond samenwerking. Maar dan ga je zien, als je daar doorloopt, dat er enorm veel tools zijn voor samenwerking. Vandaar dat ik er straks ook begonnen ben met te zeggen van we gaan die niet allemaal doorlopen, dat zou ons veel te ver brengen. Maar je merkt dat er enorm veel tools zijn. En dat je hier wel kan zien, is het gratis, is het niet gratis? En bijvoorbeeld hier de tweede staat bij, Commercial Free Trial. Dan weet je van, ja, dat is geen gratis tool. Bij de eerste zijn er gratis en betalende tools. Dus zij maakt ook dat onderscheid heel goed. Je kan er eens doorlopen. De presentatie komt jullie richting uit. Nu, als je gaat kijken, hebben we verschillende categorieën waaronder gezamenlijke leeractiviteiten kunnen vallen. En het eerste is het creëren van leermiddelen. Zoals Inge er juist het voorbeeldje aan aangaf van Briston, dat was met Xerte gemaakt, maar er zijn uiteraard heel veel tools. Je kan groepspresentaties laten maken onder verschillende onderwerpen met behulp van Google presentaties. Of met behulp van PowerPoint online. Of met behulp van eender welke andere tool, waarbij je niet alleen, dat is niet de bedoeling, dat mensen met PowerPoint een presentatie maken, die naar de andere cursist gaan doorsturen, die daar weer aanpassingen en zo verder, want dan gaan er heel veel versies ontstaan. Het best dat je een online oplossing kiest, zodat er één effectieve versie is. Je kan ook werken met een fotogalerij te gaan bijhouden op Instagram, Flickr, Twitter, Facebook. Er zijn heel veel mogelijkheden, maar dat kan even goed op Google Drive of binnen OneDrive of Office 365 gebeuren binnen een map. Je kan een gezamenlijk schema of plan gaan maken, bijvoorbeeld met Google Presentatie. Met Google Draw bijvoorbeeld is ook een optie waar je dingen kan indelen. Infographics, er is straks ook al gezegd, Canva is er daar eentje voor, maar er zijn ook duizenden andere tools die in die mogelijkheid zit om infographics samen te gaan maken. Webpagina's samen maken, zijn ook heel veel tools voor, en zo verder. Wil je meer tools leren? We hebben hier naar onze Padlet voor meer informatie gezet. En dan gaan we naar een Padlet die gecreëerd is door onze Engelstalige collega's, waar dat al heel veel zaken zijn opgezet. Ga daar ook eens door. Er zitten misschien ook juweeltjes van tools in of mogelijkheden. Of goede praktijkvoorbeelden in, waar wij nu niet bij zo staan. Bijvoorbeeld, hier zie ik nu bijvoorbeeld ook staan, Google Collaboration. Dat zal waarschijnlijk met Google Drive en zo verder zijn. Maar je ziet dat daar zaken zijn aan toegevoegd. Linkjes dikwijls, maar ook filmpjes en voorbeelden. Dat is zeker de moeite om ook daar eens te gaan kijken. Ga je categorieën prioritering doen van informatie? Dan kan je bijvoorbeeld gaan werken met stroomdiagrammen.
Ook met behulp van Padlet. Leonid is ook een tegenhanger van Padlet. Maar ook beperkter. Die Muriel, dat ik er straks zei, is daar ook een heel mooie tool van. Wil je zaken verzamelen of presenteren, kan met Mentimeter, maar ook met TreeSeeder. Wij gebruiken zelf ook regelmatig TreeSeeder als mogelijkheid. TreeSeeder is eigenlijk een website waar jij als leerkracht een stelling op zet. En dat mensen kunnen ideeën aanreiken bij die stelling. Maar dat je daar ook pro en contra kan toevoegen, dat je kan stemmen op ideeën en zo verder. Dus ook een gratis tool. Leerlingen of cursisten moeten niet aanmelden. We raden wel aan jullie als leerkracht om dat wel te doen, omdat je het dan kan opvolgen en ook de tijd van een TreeSeeder kan bepalen. Standaard heb je 14 dagen. Maar als je zegt van ja, ik wil een langere termijn, het is allemaal mogelijk, maar dan moet je met een Google-adres of een ander mailadres aanmelden om die tijd, hoe lang je moet openstaan, aan te passen en zo verder. Google presentaties kan ook met foto's zijn, hier foto's indelen in plantenfamilies met behulp van Google presentaties, dat kan. Rangschikken zijn er heel veel zaken die dat kunnen. We zien ook meer en meer mindmaps die samengemaakt worden. Mindmeister is er eentje voor. Zelf gebruiken we regelmatig Kogel, omdat je daar ook de mogelijkheid hebt om een iets minder statische mindmap te maken. Een beetje meer krulletjes eraan, een beetje meer, geen strakke pijl, iets meer een modernere pijl, of hoe moet ik het uitdrukken. Maar ook weer samen kan werken aan mindmaps. Commentaar kan geven, opmerkingen kan geven en zo verder. Kogel is wel beperkt in het aantal mindmaps. Ik denk een zevental dat je in de gratis versie kan maken. Ook hier is er ook weer inspiratie op onze Padlet samen met Engelse collega's. En dan zie je dat daar ook weer heel veel staat. Er staat ook vermeld Trello, wat ik er juist heb aangehaald. Ze halen ook aan, je kan dat ook in Moodle doen. Er zijn zaken die daarin mogelijk zijn. Nearpod is ook nog eentje dat we er juist niet hebben aangehaald. Maar Nearpod is een presentatie, zowel Google Slides als een PowerPoint kan daarin, met vragen tussendoor. TreeSeeder staat hier ook in, Paul Everywell staat erin, dus je ziet dat daar ook wel wat mogelijkheden zijn. En als je dingen zelf gebruikt die niet zijn toegevoegd, mag je ze gerust ook toevoegen. En dat mag zowel in het Nederlands als in het Engels gebeuren. Een andere leeractiviteit is probleemoplossing. Ook daar, Google documenten, OneDrive, Excel-documenten online, Google Sheets kunnen daarvoor gebruikt worden, TreeSeeder kan daarvoor gebruikt worden. En indien je dat wenst, ook zelfs de sociale media kunnen daar een kennisuitwisseling zijn en dat je daar, al dan niet, en we hebben daar YouTube bijgezet, maar weet dat je ook je filmpjes op YouTube kan gebruiken om of kan zetten dat je ze verborgen hebt staan, dat ze niet beschikbaar zijn voor iemand die gewoon naar youtube.com surft. Ja. Ik zie ondertussen dat er een vraag binnengekomen is, Kogel gratis? Kogel is gedeeltelijk gratis. Ja. Er is dus een plan, ik denk 7 mindmaps dat je gratis kan maken. En als je dan terug eentje weg doet, dan kan je er terug één beginnen maken. Dus het is voor een gedeelte gratis. En anders is het ook wel een vrij betaalbare tool. Maar wij gebruiken, het zijn er 3 gratis, oké. Ik dacht dat er iets meer waren. Een andere activiteit is een rollenspel vragen. Wat wij regelmatig ook zien, als je op Twitter je begeeft, dat het in, en dat is vooral dan de voorbeelden in hoger onderwijs, dat men dan opdrachten geeft en met een bepaalde hashtag daar gebruikt. Dus een hashtag is bijvoorbeeld hekje en dan een term die afgesproken is met de afdeling, de opleiding of wat dan ook. Maar op die manier dat er ook weer communicatie komt. Hè, dat er eigenlijk een gesprek, een discussie komt of een vraag en antwoord komt, afhankelijk van hoe je het opzet. Maar dat is ook een mogelijkheid. Maar gebruik je geen sociale media, kan dat heel goed ook met de Google Docs of met de OneDrive of alternatieven daarvoor. Deelnemer aan gesprekken. Kan ook op verschillende manieren. Ik heb hier ook een tool aangehaald, Kaizena. Kaizena is vooral bekend als een feedback tool, maar je kan het dus ook gebruiken om gesprekken of discussies te voeren. Kaizena kan geïmplementeerd worden in Google Chrome.
En je opent een document. Dat kan een online document zijn, dat kan een Word-document zijn, dat kan eender wat zijn, dat kan een foto zijn bijvoorbeeld ook. En je gaat daarbij in discussie met elkaar. En stel dat je een foto neemt van een bepaald schilderij en je wil dat daar discussie op komt, dat daar samenwerking komt, dan kan je met Kaizena zowel schriftelijk als mondeling discussie of stukken of zaken gaan toevoegen. Voor Kaizena kan er ingelogd worden, dus met een Google-account ook. En op die manier, als dat een Google-account van de school is, is dat ook geen probleem dat je die tool ook weer gebruikt voor GDPR of voor AVG, de privacy-omgeving. Je kan ook video's gebruiken om daar ook weer met elkaar in discussie te gaan. Je kan case studies naar voren schuiven. Die kan je bijvoorbeeld ook met Receder doen. En je geeft een case study, mensen gaan erop reageren, ideeën geven, pro-contra geven en zo meer. Ook hier is er ook weer, ik ben het er juist vergeten, naar onze Padlet. Daar is bijvoorbeeld ook gewerkt met Flipgrid. Flipgrid is een tool waarbij dat je voor coronatijd 5 minuten kon een video maken, ondertussen 10 minuten. Maar je maakt dus een videootje, een heel kort videootje, waarin jij je mening geeft. En dat is ook weer een soort van website die dan gevormd wordt, afgesloten natuurlijk voor je groep, waarbij dat je al de video's ziet van iedereen die al zijn mening heeft gegeven. Maar je wordt ook een podcast gaan maken. Je kan VoiceThread. VoiceThread is de tegenhanger van Kaizena bijvoorbeeld, waarbij je zowel audio als schriftelijk kan reageren op elkaar. Je ziet er al heel wat zaken toegevoegd. Voeg ook daar gerust nog zelf zaken toe. En dan zie ik, dat ik heel even... Ja, ik heb mezelf blijkbaar vastgezet in mijn presentatie. Ik heb een stukje vergeten open te zetten. Zodanig dat ik dat niet door kan geven. Ik ga jullie even laten kijken als mijn scherm het over wil nemen. Voilà. Dus naar de mural in het groot. En ondertussen mezelf de knop weghalen dat ik de volgende slide kan laten zien. Dat is als je de presentatie zo à la minuut nog aan het maken bent en dan uiteindelijk al live zit. En misschien kan ik nog even aanvullen met een leuk project wat wij op dit moment aan het doen zijn met Trello, hè, wat jij ook net liet zien. Ja. Wij zijn een klas aan het begeleiden die in groepjes werken aan een bepaald, in dit geval een ICT-project. En ieder groepje heeft een eigen Trello. En daar zetten we dan ook, daar staat de opdracht in, maar er staan ook de documenten in en daar communiceren we in. En daar kunnen wij ook zien wat de voortgang is. En ik moet zeggen dat dat ontzettend goed werkt. Ja. Om Trello te gebruiken, zeg maar, voor zo'n samenwerkingsproject. Oké, ik denk dat we ondertussen... het zou moeten lukken, maar blijkbaar is het nog niet helemaal doorgezet. Nee. Hij heeft blijkbaar last, Inge, toch met de publicatieknop, hoor. Want nu bij mij ook. Oh, oké. Okay. Ja. Dus ik ga het even anders laten zien. Dan lukt dat wel. Ja, en anders kan ik het scherm delen. En dan dat jij... Ja, nee, hij geeft dus blijkbaar het niet door. Als ik, ja, ik heb het weggehaald, maar hij geeft het niet door dat ik het opnieuw mag bekijken. Hij weigert ergens mijn scherm. Nu, geen probleem, dan kan ik het ook wel op een andere manier. Maar dan moet er toch wel eens even aan gekeken worden, want nu alles is weg en toch wordt het niet opgeslagen. Mm-mm.
Normaal gezien zou het nu wel moeten lukken. Dus ja, hoe gaan we samenwerkingsopdrachten beoordelen? En dat wil ik toch ook nog heel eventjes bij stilstaan. Niet in detail, want we hebben webinars rond beoordelen gehad. En die zullen waarschijnlijk ook vanaf september wel terugkomen. Maar je kan dus bijvoorbeeld samenwerkingsopdrachten gaan beoordelen op basis van rubrics. Dat je op voorhand een rubriek gebruiken of klaarmaken, dat ook cursisten of leerlingen heel goed weten op voorhand van, kijk, daar word ik op geëvalueerd en op die manier word ik geëvalueerd. En uiteraard, zoals Inge er straks ook zei, bij het COI-model is het ook belangrijk dat die rol, dat je leraar niet verdwijnt bij het afstandsonderwijs of bij het samenwerken en dat je toch wel ook die rol opneemt dat je regelmatig een stand van zaken weet als dat een langer groepswerk is of een langer samenwerking is. En dat je dan ook individueel of aan de groep feedback geeft. Hè, dat daar ook wel communicatie is tussen jou als leerkracht en het groepje individueel. Verder willen we ook zeker nog heel even aanhalen dat wij dit aanbieden als stukje uit Future Teacher 3.0. Dus een project dat zowel Inga als ik zelf hebben aan meegewerkt of eigenlijk hebben uitgewerkt aan Inge. Dus Future Teacher 3.0 is een project geweest, een Europees project, Erasmus Plus project. Maar we hebben toen, als het afliep vorig jaar, zowel Inge als ikzelf, als onze collega's in Engeland, ons geëngageerd om dat levend te houden en ook wel aan te passen en te blijven onderhouden. Nu, hetgeen wat we vandaag gepresenteerd hebben, komt daar voor een stuk uit, maar uiteraard is dat veel ruimer dan datgene wat we nu hebben gedaan. Dit is maar een heel klein stukje daarvan. Het verschijnt in de nieuwsbrief van Klassement alle modules, als ik ze nog allemaal online zet in de loop van de avond. Maar dat gaat zeker komen. Maar als je Future Teacher zelf wilt doorlopen, is uitgebreider dan alleen maar de modules. In die zin, daar hebben we een instaptoets gebaseerd op het DIGCOMP EDU-verhaal. DIGCOMP EDU is een framework van de Europese Commissie waar gekeken wordt naar 22 competenties waaraan de leraar, en de leraar wordt heel ruim genomen, zou moeten voldoen. Wij hebben een vragenlijst gemaakt. Die vragenlijst is een instaptoets. Als je die invult, krijg je een competentieroos voor jezelf en kan je aan de slag met 19 basis, 19 gemiddelde niveau en 19 expertenniveau. En daar hebben we dus 4 modules samenwerkend leren. En dan zal je zien, als je die doorneemt, dat daar een aantal zaken vanuit de webinar uitgebreider aan bod komen. Een aantal zaken die niet in de webinar zaten, die daar wel in zitten. Dus op die manier willen we jullie ook zeker ondersteunen. Dus je kan aanmelden daarvoor op futureteacher.eu. Dan kan je en de instaptoets doen en de modules gaan volgen. Je hebt de competentieroos daar. Heb je je bijgeschoold, ga je nog eens terug op de competentieroos invoegen of opnieuw invullen, ga je hopelijk een betere score hebben. Maar de losse modules komen dus ook allemaal op Klassement en zullen morgen verschijnen in de nieuwsbrief van Klassement. Althans bij het volwassenonderwijs. Moest je ze daar niet vinden, kan je gewoon op Klassement zelf ook achter Future Teacher 3.0 zoeken. En dan vind je ze ook zeker en vast terug. Zoals Inge heeft aangehaald, het COI-model, waar we er straks uitgebreid mee gestart zijn, hebben we hier ook nog eens toegevoegd als linkje, zodanig dat je, als je er meer wilt over weten over dat model, het ook kunt terugvinden. En dan kijk ik heel eventjes naar de chatbox, of dat er daar nog andere vragen zijn. Ik zie daar ook de vraag staan, wat programma hebben jullie gebruikt? Dus de webinar zelf is verzorgd in Big Blue Button. En zoals geantwoord, onze presentatie maken wij in Xerti Online Toolkits. Voor de mensen die dat niet kennen, wij bieden dat via Klassement voor Vlaamse leerkrachten gratis aan. Nederland zit daar iets anders. Hè. Dat is een ander verhaal. Zij kunnen wel in de speelplaats terecht voor enkele testen te doen, maar echt een initiatief zoals Vlaanderen is daar niet. Helaas. Ja, helaas. Hè. Maar als er vragen zijn, mag je ofwel gerust je microfoon niet opzetten of de vragen nog typen in de notities.